Beste Max en Daniel, jullie hebben een werkstuk gemaakt over populisme. Je hebt ook mij geïnterviewd. En jullie gaan een presentatie houden in de klas over jullie werkstuk. Nou kan ik daar helaas niet bij zijn. Dat vind ik erg jammer, want ik had het natuurlijk graag gedaan. Maar ik wil jullie heel veel succes wensen. En volgens mij, als je zo goed hebt voorbereid, als je zoveel onderzoek hebt gedaan, zoveel interviews hebt gedaan als jullie, dan moet dat volgens mij helemaal goed komen. Dus ik wens vooral de klas en de leraar ontzettend veel plezier bij deze presentatie. Maak er wat van en wellicht zien we elkaar nog een keer. Heel veel sterkte. Toi toi. Op 25 november 2001 wordt Pim Fortuyn gekozen tot lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Daarmee is zijn politieke carrière dan eindelijk een feit. Ik heb er zin aan. At your service. We zijn gewoon geloof. Waarom mensen denken dat in de tijd van crisis 130 rijden en een boerka verbod, daar zit ongeveer nu voor 2000 euro aan moeten. Ja. Waarom op die mensen ja, op het populisme van Wilders stemmen? Ja. Wat populistische typen zijn. Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Het moet in ieder geval zijn iemand zijn die ook het verhaal van de Partij van de Arbeid op een goede en effectieve manier wil uitdrukken. Het is een populistisch voorstel om te laten zien, kijk eens hoe de Partij van de Arbeid... Wat vragen vind jij? Om nou echt overal, zoals nu al vaak gebeurt, overal spoeddebat aan te vragen, terwijl dat punten waren waar een bepaalde politieke partij zich nooit druk over maakte. Ja, dat is echt populisme en daar heb ik natuurlijk niet zo heel veel mee. Ja. Voorzitter, dit is de eerste interruptie die ik pleeg in het debat van 3 uur. Dus ik vind alles prima, ja, hoor. Maar ik vind ook alles prima, maar ik kijk naar de avond die voor ons ligt. Even een vraag. Ja, wat acht. Ja, ik doe eens normaal, man. Wat acht. Ja, doe eens normaal, man. Dit is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dit heeft hij niet. Ja, jongen. En voorzitter, ja. Lezen voordat u wat zegt. Ik zou zeggen, ja, doet u zelf eens normaal. In Nederlandse politiek? Ja, dan moet het eerst even over de definitie hebben. Dat betekent dat de politicus dat uitvoert wat zijn kiezers willen. In plaats van zelf zeggen wat er moet gebeuren en daar kiezers voor proberen te trekken. No. Okay. Ik denk dat we hier onmiddellijk al een meningsverschil krijgen over de definitie van dat begrip. Kijk, als je het gewoon zegt, populus, Latijn voor volks. Een populistische partij is een partij die volks is, die zich volks uitdrukt. En ik kan dat eerder als een compliment zien, want ik vind dat het volk moet begrijpen wat een politicus is.